Eindelijk, na 18 maanden stilte en verplichte sluiting, kunnen we eindelijk terug beginnen. Ja. En je kijkt er naar uit. Natuurlijk, natuurlijk. En ik niet alleen hoor. Ik denk alle medewerkers, alle acteurs, ook de mensen achter de scène, iedereen kijkt er naar uit. Zeer zeker. Wat brengt nu het nieuwe seizoen? Wel, we beginnen op 24 september met de productie Wij Samen, die gepland stond met een première op 13 maart 2020, maar die datum gaan mensen voor iets anders herinneren dan voor een première van Wij Samen. Die loopt tot eind oktober, dan november-december een nieuwe komedie van Jeroen Maas, met onder andere Linda de Ridder, Door van Boekel. Dan januari-februari een nieuwe creatie ook van een schitterende komedie van Jacques Staal, Nom de Dieu, met zes nonnen en twee mannen, allemaal musicalmensen. Dan een creatie van een nieuw Frans stuk, dat wordt Liefde is, met mezelf en Annemie Gils. En we eindigen in mei-juni met een Frans-Nederlands zadelpijn heet dat. En dat zijn zes dames op de fiets. En lachen, zingen, een feest. Vertel eens over het eerste stuk dat eraan komt. Waarover gaat dat? Wij Samen is een stuk dat wij al meer dan 100 keer hebben gespeeld, al tijdens drie reeksen. Nu is het 10 jaar geleden. We hernemen. Ik speelde vroeger altijd de zoon van nu, wegens mijn leeftijd, speel ik de vader. En het is het stuk gaat over een vader en een zoon die samenwonen. Vader is weduwnaar. Zoon is een jonge dertiger, maar die nog niet de juiste relatie heeft gevonden. En dat zijn twee boezemvrienden. Het feit dat de zoon gay is het laatste van het probleem van de vader. En allebei leren ze iemand kennen. Dus de zoon brengt een vriendje mee naar huis. De vader heeft een date met ook een dame, een gescheiden dame. En dan blijkt dat die twee eigenlijk een beetje een probleem hebben met de vriendschap tussen vader en zoon. Het is een komedie, er wordt enorm veel gelachen. Alleen op het einde gebeurt er iets en dat kan ik niet vertellen. En de sfeer draait een beetje om en de mensen gaan heel ontroerd en heel veel mensen gaan met tranen in de ogen buiten en hebben een prachtige avond beleefd. Ondertussen is er ook heel wat veranderd, hè, in het theater. Ja, door corona, ik spreek het woord zelfs bijna niet graag meer uit, zijn we verplicht om te zorgen dat de CO2-waarden nu in een zaal, dat die beneden een bepaalde limiet liggen. En om dat te bereiken hebben we een professionele ventilatiesysteem laten installeren, wat een enorme hap uit het budget natuurlijk neemt, zeker als je al een jaar en een half gesloten bent. Maar gelukkig hadden we een buffer en dus zowel de zaal als de bar als de kleedkamer in het gebouw zijn geventileerd volgens de wettelijke normen. Zware kosten, geen inkomsten, maar ik neem aan dat het EWT gezond en wel is, toch? Gelukkig waren we gezond en wel, want ik veronderstel dat er veel andere kleinere spelers het heel moeilijk gaan krijgen met al de maatregelen die nu van kracht zijn. Maar je blijft optimistisch en positief. Tuurlijk, omdat we ook voelen dat de mensen, het publiek, enorm veel zin heeft om terug te komen.